Dan ben je een paar dagen vrij, Ilias. Dan kom je gelijk terug naar Rotterdam. Van harte met je overgang naar Heracles. Ja, dankjewel. Nee, klopt, we zijn 4 dagen vrij te maken met het Interland weekend. Dus toen had ik genoeg tijd eigenlijk om terug te komen naar Rotterdam. En om mijn dingen nog hier te regelen. Dus die paar dagen bevalt wel goed. Ja, bevalt het goed in Almelo? Ja, zeker. Ik ben daar 2 dagen geweest. Ik heb gelogeerd in een hotel. Ik ben bezig met mijn huis. Mijn auto heb ik al gekregen, dus op zich is alles wel snel geregeld. En ja, het leven daar lijkt me wel heel anders dan Rotterdam natuurlijk. Maar ik ben toe nu aan rust en ik denk dat je daar dat wel goed kan gebruiken. Ik geloof helemaal niks van, jij bent toch helemaal niet toe aan rust? Nou, eigenlijk wel man. Ik had de keuze, laat me het zo zeggen. Ik had de keuze in die 2 dagen dat ik veel naar buiten kom met de spelers om me heen. Maar ik had meer gekozen om lekker in mijn kamer te blijven. Dus ik merk wel dat het lekker is om gewoon in je kamertje te blijven en te ontspannen. Dan buiten rondlopen en niet weten wat je moet doen. Buiten die mooie rust die jij graag achterna wil, waarom heb je voor Heracles gekozen? Nou ja, Heracles was concreet over mij. Ze wilden hem heel graag hebben. En ik volg Heracles natuurlijk al een tijdje. Met name zo Lady Duarte, met wie ik goed bevriend ben en die ik ook heel goed volg. En Heracles is gewoon precies een club die is een beetje hetzelfde speelwijze als mij speelt. Lekker aanvallend, veel voetbal, kunstgras. Dus dat was eigenlijk niet moeilijk om een beslissing te nemen. Je hebt uiteraard met Duarte overlegd. En is die interesse eigenlijk pas ook laat op gang gekomen toen Eriksen naar Tottenham ging, Duarte naar Ajax en toen kozen ze voor jou? Ja, nou, ik hoopte eigenlijk op Eriksen dat hij weg zou gaan, want ik wist ongeveer wat er zou gebeuren. En dat is gelukkig ook gebeurd en Ajax heeft snel gehandeld. Ze hebben Larry overgenomen en toen zag ik eraan komen dat ze mij dan over zouden nemen. Dus dat was al een beetje, daar was al sprake van. Alleen het moest eerst gebeuren voordat ze mij konden oproepen, zeg maar, voordat ze me wilden hebben. Dus ik ben daar erg blij om en ja, ik heb er zin in. Eigenlijk is deze transfer te danken dankzij Garrett Bill. Snap je? Ik begrijp zijn vraagprijs niet, wat ze allemaal hebben, daar wil ik ook niet over praten. Maar hij is wel degene die het uiteindelijk heeft veroorzaakt. Dankjewel Madrid. Dankjewel Madrid, precies, waar ik ook heel erg van hou. Hey, bij Heracles, voor welke positie ben jij gehaald? Ja, nou, opvolger van Leo Duarte, dus gewoon op de linker middenvelder. Daar moet ik me op focussen, op 10 kan ook. En dat zijn eigenlijk de 2 posities waar ik op moet focussen. En dat zijn wel mijn posities waar ik me het beste bij voel. Ja, dat is iets anders dan bij Sparta, waar je vaak rechtsbuiten was. Ja, precies. Ik heb het een keer aangegeven bij Sparta van luister, ik wil gewoon op 10 spelen. Maar ja, daar is eigenlijk weinig van gekomen, maar dat is niet erg, weet je. Het is alleen maar beter, extra ervaring op een andere positie, dat kan je altijd nog meenemen. Maar ja, mijn favoriete positie is toch wel middenveld, waar ik moet op focussen. En direct basis normaal gesproken? Ik weet even niet tegen wie jullie de eerste wedstrijd moeten spelen. Ja, we hebben Cambuur uit, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik moet gewoon mijn best doen, ik moet zo snel mogelijk aan niveau winnen. En wie weet, ja, kan ik in de basis staan, maar daar ga ik in ieder geval niet vanuit. Ik ga gewoon vanuit dat ik er wel bij zit. En als ik speel is het mooi meegenomen, als ik niet speel, ja, dan moet ik me bewijzen om erin te komen. Ja, veel mensen zeggen, joh, die Ilias die heeft net op tijd het zinkende schip Sparta verlaten. Ja, ik volg Sparta natuurlijk. Ik heb ze tegen Excelsior, ja, toen was ik jammer genoeg bezig met nog met mijn contractbesprekingen. Maar ik begreep dat het niet zo best was, wat ik eigenlijk heel jammer vind. Vooral tegen Excelsior, want dan hoop ik natuurlijk dat Sparta wint, omdat ik een jongen uit Spangen ben en ik ben ook jong uit Sparta. Dus dat vind ik erg jammer, maar ik heb een volle vertrouwen in deze groep. En ik denk wel dat ze uiteindelijk gaan redden. Ja, maar waarop baseer je dat? Ja, het is misschien niet zo leuk om over je ex-collega's te praten, maar ja, ook al kijk je tegen Excelsior, dan zie ik echt niet waarom nou dat vertrouwen zou moeten zijn dat er nu wel gepromoveerd wordt. Nou ja, kijk, ik ken ze allemaal individueel. Ik weet wat ze kunnen. En als ik ze individueel allemaal een cijfer mag geven, dan denk ik dat ze allemaal boven de 7 bij mij scoren. Ze kunnen gewoon allemaal goed voetballen. Alleen op een of andere manier werkt het gewoon niet als team, weet je. Maar dat heeft tijd nodig. En weet je, dat kan je niet gelijk vanaf dag 1 zeggen. Ja, als je dat hebt, ja, dan ben je compleet. Maar ik denk niet, vanaf het begin hadden wij al moeite mee om echt een team te vormen. Dus het heeft gewoon tijd nodig. En ik denk, met de klap tegen Excelsior, Rotterdamse derby, ik denk dat ze daar wel vakken van zijn geworden, een paar keertjes. En dat ze dan echt gaan beseffen van, hey, nou moet het echt gebeuren. En dus daarom heb ik wel vertrouwen als ze tegen Almere uit moeten spelen. En ik denk dat ze daarna de lijn door kunnen trekken. Jouw laatste wedstrijden bij Sparta waren ook niet jouw beste wedstrijden. Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, kijk, ik wist al een klein beetje over mijn transfer naar Heracles. En
daar spookte ik eigenlijk al een tijdje mee rond. Gaf ik het niet toe aan de media, maar ook niet aan Sparta. Maar daarbuiten, ik vond zelf dat ik er klaar voor was voor de Eredivisie. Ik heb 2 goede seizoenen in de Jupiler League gespeeld. En ik had niet echt zin in de 3e seizoen in de Jupiler League. En ik denk dat dat allemaal wel een rol speelde in mijn spel. En ja, het team speelde ook niet best. Kijk, ik ben een speler, ik moet het ook hebben van mijn team. Kijk, als mijn teamgenoten goed spelen, ja, dan kan ik ook goed spelen. Maar ik kan niet alles in mijn eentje doen. En die gevoel had ik soms wel. Dus vandaar dat ik denk ik mijn wedstrijden niet op goed niveau heb gespeeld.